All right, ladies and gentlemen, how are you? Okay, dames en heren, hoe gaat het met jullie? Goed! God is good. He's always good. Hij is altijd goed. I am and my family, we are from far, far, far away. Mijn familie en ik komen van ver weg. Yes. You can say we are not meant to be here today. En we zijn hier niet per toeval, want we hoorden hier eigenlijk niet te zijn. Exactly. But the Holy Spirit spoke to my wife. De Heilige Geest sprak tot mijn vrouw. Said, let's go to Rotterdam, let's have some, you know, a nice weekend. Laten we naar Rotterdam gaan en laten we gewoon even een mooie tijd hebben. And then we saw you guys. En toen zagen we hier jullie. Yes, we came around, not knowing. En we kwamen even kijken en niet wetende. And then you recognized me and I recognized you and now we're here. En wij herkenden elkaar en dit is David Benga van Mambo nummer 5. Yes, en vijf yes, jaar geleden yes. Tot geleden geloof gekomen. Yes, I have to give my testimony and I like to give my testimony. Like Vincent already said. En ik wil graag mijn getuigenis geven zoals Vincent al zei. Yes. I became a pop star in the year 99. En in 99 was ik een popster. Yes. I was 23 when I made my first $1 million. En ik was 23 toen ik mijn eerste miljoen dollars maakte. And that became tenfold, twentyfold within 2 years. En dat werd in een aantal jaren van 10, 20-voudigd. Yes. I dated models, I went to the Grammy Awards. En ik heb prijzen gewonnen en de Grammy Awards gewonnen. I lived the life that I always wanted to live. En ik leefde een leven wat ik altijd voor ogen had. So I thought. Dat dacht ik altijd. Yes. But in reality I lived the life that I really enjoyed at that time. En op dat moment leefde ik ook het leven wat ik wilde. Because I was a man in the flesh. Want ik was een man naar het vlees. Totally. Totaal, volledig. I always say I my religion at that time was the religion which is called more. En mijn religie toen de tijd was een religie dat noem je meer en meer. More money. Meer geld. More drugs. Meer drugs. More alcohol. Meer alcohol. More anything that could make my day longer. En alles meer wat mijn dag beter zou kunnen maken. Yes. But this is normal. We are all born into this world like this. Maar dat is voor iedereen een beetje normaal, want zo steken we allemaal in deze wereld in elkaar. Yes. And I was searching my whole life to get a way out. En ik zocht mijn hele leven naar een uitweg. Yes. So all the $1 million didn't really help me for long. Dus al die miljoenen dollars die hebben me niet veel geholpen. And it took me another 15 years. En het kostte mij nog 15 andere jaren. Before I found the way out. Voordat ik een weg eruit vond. But I have a question to you today. Maar ik heb een vraag vanavond aan jou. Do you feel the same way? I mean, we see all these beautiful fancy buildings. Weet je, voel je ook hetzelfde als ik, want je ziet al die mooie gebouwen om ons heen. People are spending. Mensen geven geld uit. We're eating like there's tomorrow. En we eten gewoon van alles en nog wat. En people, we dansen. Yes, people get married, they get divorced. Mensen die trouwen, die gaan weer scheiden. But do you feel it in your heart that... Maar voel je ook in je hart dat? We are coming into a very, 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 very tough time. Dat we een hele, hele zware tijd tegemoet gaan. And those who never met the Lord. En iedereen die de Heer nog niet ontmoet hebben. Will cry out for him. Die zullen het uitroepen naar hem. Right? So I'm very convinced that 5 years ago he called us out because he knew that this time was coming. En ik ben zo overtuigd dat God ons 5 jaar geleden geroepen heeft omdat hij wist dat deze tijd zou komen. Yes. The day after my baptism I knew that these days will come. I was not sure when, but I knew it. Na mijn doop wist ik dat dit wat gebeurd is zou gaan gebeuren. Ik wist niet wanneer, maar ik wist wel dat het zou komen. And now the confirmation has come. Time is ticking, which is very important because we have to help Jesus bring in the harvest, save people. And now is alles zo realistisch geworden, maar de tijd is aan het dringen. Maar het is ook zo realistisch dat Jezus mensen aan het roepen is om een oogst binnen te halen. Yes, but in my case,
he had to break my pride first. Maar in mijn geval moest hij eerst mijn trots afbreken. Because everyone is prideful. Want iedereen die hier staat, die is wel trots. We're even proud to be humble. Zijn zelfs te trots om nederig te zijn. Yes. So he had to bring me far out of my comfort zone to draw me into him, and then I surrendered. And from that day on, I was filled with the Holy Spirit. And from that day on, this is my guiding principle and my everything. En God heeft mij zo ver moeten brengen om volledig in hem diep geraakt te zijn. En zo wandel ik ook verder. Yes. He saved my whole family. Hij heeft mijn hele familie gered. And I'm so thankful. En ik ben zo dankbaar. Because it is much better than anything else in this world. Want er is niets beters in deze wereld. The world looks at me. En de wereld kijkt nu naar me. And I'm foolish. En ze denken dat ik een dwaas ben. Because the cross seems foolishness to them. Want het kruis van Jezus, dat is als een dwaasheid voor de mensen. I remember that I might have looked at these people as foolish people. En ik kan me nog herinneren hoe ik naar gelovige mensen keek, dat het gewoon gekken en dwazen waren. But not anymore. Maar nu niet meer. Because when he comes with your full power, I remember that one night when he saved me. Want hij komt met zijn volledige kracht en ik kan me nog herinneren het moment dat hij mij die avond gered heeft. And he came with his redemptive power. En hij kwam met zijn verlossende kracht. Of forgiveness. Van vergeving. Forgiving me my sin, forgiving me my everything. Om mijn zonde te vergeven en alles wat ik verkeerd heb gedaan. I felt my father was here. Toen voelde ik dat God de Vader hier was. A father that I never knew. Een vader die ik nooit heb gekend. We are all fatherless children. En we zijn allemaal ergens wel vaderloze of ouderloze kinderen. So I'm urging anyone here. En ik wil je ernstig oproepen. Who has not made the commitment. Die nog geen keuze hebben gemaakt. Seek the Lord and you will find him. Zoek de Heer en hij zal zich laten vinden. Knock on the doors. Klop op de deur. And he will open. En hij zal open doen. And that night I wasn't sure if he really exists, to be honest. En op die avond wist ik helemaal niet zeker of God werkelijk bestond. But I seeked him and I wanted confirmation and then he... Maar ik bleef zoeken en ik zocht maar bevestiging en toen... So, my little advice to you is, whatever you do in your life, however you feel in your life. En mijn advies aan jou van hoe je ook voelt of waar je ook staat in het leven. We are entering a special zone now. We naderen een heel bijzonder momentum en tijdperk. The Russian military calls their war Z. Right? De Russische militairen noemen de oorlog Z. And it is Z. En het is het laatste letter Z van dat alfabet. Because the big tribulation will come. Want de grote verdrukking die zal komen. And those who have not made the commitment for Jesus before it starts. En zij die nog geen keuze hebben gemaakt voor Jezus voordat de heftigheid begint. Will have to live through these troublesome times, the most fearsome times that have ever been on this planet. Die zullen door die hele moeilijke tijd aan doorheen moeten gaan. Die nog nooit gezien is op deze planeet, maar die zullen ze moeten overleven. This is not what I say, this is what Jesus Christ himself said. En dit zeg ik niet als persoon, maar dit zegt Jezus zelf en het staat geschreven. And what he said as well is, you must be born again to enter the kingdom of God. En wat hij ook gezegd heeft is dat je wederom geboren moet worden om het koninkrijk van God binnen te gaan. The problem in Europe or in the Western world is that. En het probleem in Europa en in de westerse wereld is. We all think that we are Christians and religious people. We denken allemaal dat we goede christelijke mensen zijn of gelovige mensen. But Jesus Christ said the beginning of it is to be born again in water and spirit. Maar Jezus die zei dat het begin van alles is om wederom geboren te zijn en te geboren zijn uit water en geest. He doesn't say you may, you can, you should. Hij zegt niet je moet of je kan of je hebt een keus of je wil of... It's a must. Het is een moeten. It's a must. Het is een bevel. And if the Lord tells me you must do... En als de Heer tegen mij zegt dat ik iets moet doen, let's not joke around with it.
Laten we er dan geen grappen over maken. Yes, he is a graceful God. He is merciful. He is rich in love and tenderness in everything. Ja, hij is een genadige God. Hij is een liefdevolle God. Hij yes. geeft overvloedig en hij is zachtmoedig in alles. Yes, but he's a righteous judge as well. Maar hij is ook een rechtvaardige rechter. Yes, a father has to be strict sometimes. En een vader die moet af en toe ook wel streng zijn. To his last children. Tot zijn verloren yes. kinderen. So ladies and gents, brothers and sisters. Dus lieve mensen. To those who already made their pledge. En voor zij die al een keuze hebben gemaakt. I just want to encourage you and give you confirmation. Dan wil ik je bemoedigen en een bevestiging meegeven. These are the days where we grow together. We have to bring in the harvest, no matter what. Dat dit de tijd is dat we samen erop uittrekken om die oogst er binnen te halen, koste wat het kost. That's why it's so great to see that, you know, because regardless if it's 99 sheep, one sheep, 1,000 sheep, Jesus went away for one sheep. Daarom is het zo gaaf om dit te zien. Het maakt dan niet uit of het 99 schapen zijn, 1 schaap, 1,000 schapen. Jezus zal er achteraan gaan om ze binnen te halen. Amen. So amen. The effort, and he sees it, and he's going to love that, and he loves that already. En de inzet die mensen tonen om dit te doen, dat ziet hij. Exactly. And for those who have not made their pledge to Jesus Christ now. Maar zij die hun keuze nog niet hebben gemaakt om Jezus te volgen op dit moment. Today is the day of salvation. Vandaag is de dag van jouw redding. Oh man. Me myself, I think I used to say tomorrow, I will choose. No. Ik was iemand die altijd uitstelde. Morgen, misschien morgen, nee, of overmorgen dan. Maar nee. You can be dead tomorrow. You cannot wake up tomorrow. It's not in your power. Het is niet in jouw kracht om te weten of je morgen wel of niet redt of dat je wakker wordt of opstaat. It's not in our power at all. Het is niet onze beslissing of onze kracht. Oh my goodness. The Lord sent me and my wife to spread the gospel to a woman. En God gebruikte mij en mijn vrouw om het evangelie naar een vrouw tegen een vrouw te vertellen. She accepted him. En ze nam hem aan. Little did we know, a couple of days later she passed away. En wat we weten is dat een aantal dagen daarna 40 years old. Verliet ze het leven. 40 jaar oud. Especially in these days now when sudden death is all over. En juist in deze dagen, als de dood op de loer ligt, today is the day of salvation. Dan is vandaag een dag van jouw redding. You will not regret it. En je zal er nooit spijt van krijgen. I didn't regret it. En ik heb er ook geen spijt van gehad. I thank you very much. En ik wil jullie bedanken. Let us pray together, one little prayer. Laten we samen een kort gebed doen. Dear Lord, Heere God, bless these people that have made this possible here. Zegen een ieder die dit allemaal hier mogelijk heeft gemaakt. And open the eyes and the hearts of those who pass by. En open de harten van de mensen die hier rondlopen of voorbij gaan. So that they may understand. Zodat ze het zullen gaan verstaan. That this is a special, special meeting. Dat ze het begrijpen dat dit een speciale samen zijn is. Please make them understand and draw them to you, Lord Jesus. Laat ze het begrijpen en trek ze met u, naar u toe, Heer Jezus. In the name of your beautiful son, Jesus Christ. In de naam van uw zoon, Jezus Christus. Amen. Amen. Thank you. Halleluja. Praise God is goed. Als jullie getuigenis van David willen zien, dan kan je even op YouTube kijken. Dan kijk je naar The Last Reformation. En daar zie je een documentaire hoe hij 5 jaar geleden samen met zijn vrouw en zijn gezin ook gedoopt is. En hoe God hem geraakt heeft. En jullie kennen hem van Mambo nummer 5. En ja, hij heeft daarna nog een paar hits gemaakt. Maar nu volgt hij Jezus. Hij geeft zijn leven aan Jezus. En is als een voorbeeld voor vele mensen. Dus weet dat het geen onzin is. Maar dat Jezus gewoon echt is. En juist in deze tijd heb je Jezus nog harder nodig als ooit van tevoren. Dus als je een keuze wil maken, of misschien sta je op het randje om een keuze te maken, maak die keuze ook dan vandaag. Want het is niet zomaar dat je dit hoort. Het is niet zomaar dat je hier voorbij komt. Jezus heeft jou op het oog. Daarvoor sta je hier, zit je hier en hoor je dit. Dit is jouw momentum om gewoon eens een keer te zeggen van ja, ik kies voor het leven. Ik kies voor Jezus. Hij is niet gekomen om ons te veroordelen. Maar hij is gekomen om ons vrij te maken en ons leven te geven zoals God altijd bedoeld heeft.
God zegen iedereen. En ga er gewoon voor. Ga naar iemand met een blauw hesje. En ja, maak een keus om Jezus te volgen. God bless. God bless. God is good. Ja, dus God is goed.